Once upon a time. We kennen allemaal de uitspraak. Welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En tevens natuurlijk ook weer een gloednieuw pretpark om te gaan bezoeken. Ik heb de workshop weer afgestruimd om weer te kijken naar wat nieuwe projecten. En dit project valt heel erg op, want het is namelijk gebaseerd op een aantal Disney sprookjes. Nou, wat is niet leuker? Gemaakt door Firefly. Once upon a time, Irons, Matty, Hollywood Contest. Oftewel, hij heeft gewoon een aantal van waarschijnlijk zijn favoriete sprookjes vertaald in het bouwen van Planet Coaster of in zijn park. Ik zie al een achtbaan van Mulan. Ik zie een sprookje van een kasteel. Uiteraard zijn er kastelen aanwezig. Het kan ook niet anders. En genoeg om te gaan bekijken. Vooral het begin vind ik super origineel. We zien een boek. En in het boek, in a land far away, lived a dragon in the castle of the princess. En dan zien we ook gewoon hier zo een helemaal met de hand gemaakt. Althans, primitief voor primitief. En we zien dan een soort van, wat is het eigenlijk? Een brug met erop natuurlijk een pompoen. En dan natuurlijk de paarden. En die gaan dan hier voorbij de regenboog naar het kasteel. Fantastisch, want dat is waarschijnlijk ook de ingang van het hele park. En zo zien we een overview, een overzicht van het hele park. Wauw, wat geweldig. Het is heel compact, heel klein. Maar volgens mij kunnen we genoeg beleven hier. Van boomstamrivieren tot aan achtbanen. Tot aan gewoon leuke flat rides. Laten we snel een kijkje nemen en de trap oplopen. En dan gaan we hier naar waarschijnlijk de officiële ingang van het park. Wat goed. Kijk nou, wat goed. Het is misschien niet 3D. Het is echt 2D gemaakt. Maar zo zie je maar weer, ook met de standaard objecten in de game kan je een hoop bouwen. En ik denk dat dat ook de wedstrijd was van, joh, je mag een park in elkaar zetten, maar gebruik wel alle standaard onderdelen in de game. Dus ga niet met toolkit items aan de haal. Ga gewoon lekker aan de slag en wees creabea. Wees creabea! We gaan gelijk naar de achterkant van het park. Want we zagen net natuurlijk Frozen. Nou ja, de Frozen is leuk, maar niet mijn favoriet. En hier hebben we dan een soort, wat is het eigenlijk? Een watershow misschien? Alhoewel, de show is een soort van bezig, maar volgens mij is het gewoon één stand. Dus het is niet echt een showtje, het is gewoon een fontein 24-7. Nou ja, wanneer het park open is natuurlijk. We kunnen naar rechts, dan zien we de Little Mermaid. En links kunnen we dan de Mulan. En, kijk nou, dat is gaaf. Maar is dit een wacht even, nee. Oh, dat is gaaf. Hij heeft dus blijkbaar de attractie Up gebruikt. Of in ieder geval de ballonvaart gebruikt voor Up. Zo moet je het zien. Wat gaaf zeg, met ook wat rookmachines. Waardoor het lijkt alsof je dus door de wolken heen gaat. Zeer, zeer netjes. Absoluut. En we zien ook wat figuren natuurlijk. Die dodo. Was het een dodo? Nou ja, die vogel. We weten allemaal, die kraanvogel. Was het een kraanvogel? Ik weet het niet. We kenden hem allemaal. Nou ja, ik weet ook zijn naam niet. Maar in ieder geval de vogel van Up. Hier zien we dan een achtbaan. Ik vermoed dat dit gaat om een soort wilde muis. Of wordt het gewoon de kinderachtbaan? Wacht even, het kan maar één kinderachtbaan zijn. Natuurlijk, die draak. De drakenkinderachtbaan. Ik zoek even naar de ingang, want wacht even, ben ik er nou langs gegaan? Oh, hier zo. Entrance. Nou ja, gaan we hier zo langs een mooie boom. En dan komen we hier bij het station. We moeten heel even wachten. Maar dan gaan we aan de haal met deze achtbaan. Is dit Wally? Oh nee. Je weet het niet. Je weet, Disney sprookjes, hè. Dit, aan de achterkant kon dit misschien wel een soort van Wally zijn. Ja, als je heel veel fantasie gebruikt. Dat mag ook. Hè? Je mag fantasie gebruiken in dit park. Zijn we er klaar voor, kinderen? Ai, ai, kapitein! Dit is Mulan. En wow. Voor een, ik zeg eerlijk, voor een kinderachtbaan gaat deze behoorlijk hoog. Maar kijk eens even. King size, dames en heren. Mulan nagemaakt met primitives. Wat fantastisch gedaan, zeg. En ze heeft dan dat zwaard in de handen. Althans, we zien de handen niet, maar ze heeft het zwaard voor zich. En we hebben daar Rapunzel. Ik denk dat dit moet Rapunzel zijn, toch? Tuurlijk, met dat haar wat naar beneden gaat. Dat is ook gelijk een attractie. Ik weet niet wat. Ik verwacht een vrije valtoren, maar we gaan het zo meteen zien. We gaan met de eerste afdaling. Lekker vaartje. Hoppakee. Zo! Wow! Dit is niet vooruitgespoeld. Dit is niet vooruitgespoeld. Jeetje, man. Oké, dit is een van de ruigste kinderachtbanen die ik ooit heb gedaan in de game, geloof ik. Nou ja, niks van gelogen.
We gaan naar een tweede optakeling. Oftewel, we krijgen nog een tweede gedeelte van deze ruige baan. Jeetje, man. Wow. Nou, zo zie je maar weer. Jeetje, man. Ik wil de statistieken wel zien dat de mensen hier überhaupt nog in durven. Dat is geweldig. Jongens, wat overdreven allemaal. Heerlijk. We kijken even naar de testresultaten, want ik ben erg benieuwd. We hebben G-krachten van 8,37G. Dat zat er ook dik in. Maximale snelheid bijna 80 km per uur, gemiddeld 31. En de grootste drop is maar liefst 16 meter. 16 meter. Nou ja, ga in deze attractie en je bent wellicht gewoon wakker geschud. Even verder kijken, want wat hebben we nog meer? We hebben een speeltuin. Ja, leuk. Met ook iemand die toezicht houdt. Dag mevrouw, gezellig. En hier natuurlijk, ja, ik vermoed... Och, Wanted, leuk. Ik vermoed dat hier bij Tangled, Rapunzel, ga je onder dat haar door. Wat geweldig. Zelfs het haar is een wachtrij, of in ieder geval ja, een soort markering. En hier natuurlijk uiteraard een droptoren. Dat moet wel. Helemaal geen decoratie aan de buitenkant, maar aan de binnenkant ziet het er echt fantastisch uit. Heel mooi gedaan dat het haar wat dan naar beneden komt. Ja, ik ga daar ook niet in, want voor de rest is het ook niet heel bijzonder om dan de muren te zien. En de Fox and Hound. Schattig. Dit is oprecht schattig. Ik heb die film volgens mij nog niet gezien. Schandalig, ik weet het. Er is zelfs een tweede deel van, geloof ik. Maar ja, een leuke flat ride. Dat is mooi. Heel leuk. Sprookje in het hoekje. En daar ook nog iets. Wat is dit? Tweets? Tibbits. Ik vind het heel gaaf gedaan dat die vrouw zo voor het raam staat. Maar ik heb geen idee wat dit inhoudt. Ik zie ook een vogel. En ik zie ook een uil. En daarboven ook allemaal dieren die op de loer zijn. Wat grappig. Is dit wat is dit? Een show? Ik heb geen idee. Maar het ziet er heel erg leuk uit. En dan kan je ook lekker bij de open haard zitten. Nou, supergezellig. Wat posters aan de muur. Maar dit is gewoon een winkeltje waar je wat lekkers kan halen natuurlijk. Voor de rest... Wow, wacht even. Het theater. Oh, dat is mooi. Er komt een hele show van de Piraat. En ook nog allerlei andere figuren met Robin Hood. En noem maar op. Dit is leuk in elkaar gezet met zo'n hoge heg. Dat je eigenlijk helemaal niet ziet hoe dat theater eruit ziet. Dat maakt het ook wel een beetje nieuwsgierig hè, voor de mensen die dan het park bezoeken. Nou, rechts natuurlijk de wolken van Up. Wat zit hier eigenlijk aan de andere kant? We hebben Frozen, Up, hebben we gezien. Little Mermaid, Peter Pan en Aladdin. Nou, dat zijn wel best wel favorietjes, toch, van Disney? Absoluut. En hierboven kunnen we ook nog even loeren, want we hebben een overzicht van die achtbaan. Die best wel ruige baan. En je kan hier nog romantisch zitten met een soort Mulan-achtig gethematiseerd restaurantje met kaarsjes. En nou ja, hartstikke mooi toch? We gaan verder langs de watershow. En dan hebben we nog allemaal winkeltjes natuurlijk. Je kan overal eten, overal. En hier hebben we ook nog een souvenirshop. Leuk gedaan, heel leuk gedaan trouwens. Met glazen bollen en ballonnen en cadeautjes die ophangen aan de plafond. En we hebben natuurlijk hier ook nog, heel belangrijk, een hotel. Dus mocht jij nog eventjes een kamer willen boeken... Nou, dan is dit natuurlijk een prachtig hotel. Niet heel groot, maar je bent wel dichtbij het park. De Little Mermaid, Peter Pan. We hebben echt van alles nog. En ik weet niet, is het een indoor attractie? Waarschijnlijk wel. Maar we gaan eerst naar de Little Mermaid. Wauw, wat gaaf dit. Wat gaaf. Je zou zo SpongeBob kunnen neerzetten hier. Oh, dit is wel heel mooi gedaan, zeg. Dit vind ik oprecht wel super gaaf. Sebastiaan en... Het is niet de Boomstamrivier. Ik dacht eerst dat het de Boomstamrivier zou zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo. Oké. Nou, dit is trouwens wel echt heel mooi gedaan trouwens. Bordje is echt heel mooi gedaan. We hebben hier nog weer een winkeltje. Kan je uiteraard weer sushi halen natuurlijk met zeewier. Uiteraard. Dat kan ook niet anders. En we lopen door. Peter Pan. Wat is Peter Pan voor attractie? We gaan eens kijken naar binnen. Oké, dit is dan... Waarschijnlijk de ingang, hoop ik. De Boomstamrivier. Nou, dat is mooi. Dat komt goed uit, want we gaan erin zitten. En ik ben benieuwd naar Peter Pan. Let's go! Ik heb er echt zin in. Het wordt gelijk ook donker. Dus dat heeft hij allemaal zelf ingesteld natuurlijk. Je kan instellen, dat weten we inmiddels, per attractie... of je het dag of nacht wil maken. Maar toch wel benieuwd naar
decoratie, maar ook gewoon of die een beetje spannend is. Want volgens mij zit er ook wel een indoor gedeelte in, of misschien ook niet. Ik dacht dat dat zo was, maar ja, hoe ik dat weet, ik ging dus in de attractie zitten en toen zat ik in een verkeerd bootje. En toen zag ik misschien een hele kleine spoiler, maar we gaan het zien. Naar beneden. Woe! Zo, gelijk een bocht erachteraan. Oké, heftig, heftig. En, oh jee, dit is gezellig. Dit is gezellig. De kleine zeemermin zit hier ineens tussen. Nou, dat kan helemaal. En dat vind ik origineel. Dat vind ik leuk bedacht. Dat je gewoon de boot... Oh, dat is heel gaaf dit. Ja, misschien had je wat ondersteuningspalen moeten toevoegen, maar het is wel heel gaaf dat je dan richting dat schip gaat natuurlijk. Zie je de achterkant van Berend Botje. Nou ja, nee, hij heet geen Berend Botje natuurlijk, maar gewoon Botje. Even vooruit spoelen. En, oké, gaat het goed? Het gaat goed. Goed, komt goed. Hij is de zeiler! Nou, ook wat decoratie in de muur. Een beetje 2D-decor gemaakt. En op het schip. Kijk eens. Hoppakee, met piraatjes aan de zijkant. Gaan we naar de drop. Zo, hoppakee. Totempaal. Wow, die ziet er echt heel vet uit. Kijk eens. Jeetje. En aan de rechterkant ook nog wel wat objecten. Ik heb geen idee wat het waren daarnet. Maar we krijgen gewoon weer een derde lifthill. Dat is bijzonder. En natuurlijk Peter Pan kennende. Staan hier wat karakters. En dan heb je ook nog Peter Pan daarbovenin. Heel vet, heel vet. Maar ja, deze optakeling is wel wat heftiger dan die vorige. Dat is duidelijk. Het uitzicht. Jeetje, man, man, man. Je kan het hele park zien. Dit lijkt nog bijna hoger dan de freaking achtbaan. Nou, wat gaat er gebeuren? We gaan het zien. We krijgen hier een bocht. En heel apart, maar hij gaat dus al een beetje naar beneden toe. Een beetje geleidelijk naar beneden. En ik weet niet of hij dan echt vaart erin krijgt. Zo, wat is dit nou weer? Jeetje. En we hebben toch een indoor scène. Wauw. Nou ja, een kleine indoor scène. Heel vet, heel vet. Oké. Okay. Er was helemaal geen splash aanwezig. Maar op die manier kan je dus ook naar beneden. Het leek meer op een soort glijbaan dan echt een boomstamrivier. Vind ik. En dan krijgen we nog een kleine drop. Precies hetzelfde idee als net. En dan komen we aan bij het station. Nou, ik vond hem best leuk. Maar de layouts zijn niet heel sterk in het park, als ik eerlijk ben. Ik vind de decoratie 10 keer mooier. En dan komen we aan bij Aladdin. En zeer benieuwd welke attractie ons te wachten staat hier. Oh, en hier is ook gelijk de ingang van de attractie. Ja, ik kan natuurlijk naar achter lopen. Maar ik wil eigenlijk eens kijken. Wat wordt dit voor attractie? We zien de boomstamrivier aan de... We gaan hier naar binnen. Oké. Het is een... Nee! Wat goed, het is een dark ride. Wat goed. En wat ziet dit er vet uit. En dat plafond. Heel mooi. Laten we instappen. Is het een shooter? Moet ik zeg maar op test klikken of zo? Even kijken hoor. Nee, volgens mij kan ik hem niet starten. Dus het is geen shooter. Maar we gaan er wel lekker in zitten. Zo, ik ben benieuwd. En we doen gewoon alsof we moeten schieten. Maar zo'n target dark ride had wel leuk geweest. Nou, mij benieuwen. Ik vind het plafond zo gaaf gedaan. Ik weet niet wat voor effect dat is, maar het lijkt een soort wolk of zo. Het wordt ook automatisch donker. En heel verrassend dat er toch nog een dark ride zat hier in het park. Ik had het ook niet verwacht. Ik had verwacht dat het een flat ride of een flat ride zou zijn. Een kleinere attractie. Maar toch gewoon een complete dark ride hier beneden. Jasmin en de koning. Hallo, gezellig. Bij de fontein en het olifantje. Omringd met bloemen en vooral de belichting is heel vet gedaan, zeg. Met al die lampen ook. We gaan door. En dan natuurlijk zo'n tempeldeur. Je hebt niet heel veel deuren in de game. En dan moet je keuzes maken, maar dit past er perfect bij. Wow! Dat is wel gaaf, zeg. Weet je dat 2D-decor wat Pinocchio en Sneeuwwitje ook hebben in Disneyland Parijs? Ja, ik ben Jafar en ik hou niet zo van Aladdin. Nou ja, dat is natuurlijk het motto, hè? Oké, nou ja, hij doet alsof hij hem leuk vindt, maar hij maakt er natuurlijk gewoon misbruik ervan. Wat hebben we daar? Zo, wat is dat leuk gedaan, zeg. Wat is dit gaaf? Jeetje. Ja, dit vind ik mooi. Dit vind ik oprecht heel vet.
Wauw. Ongelooflijk. Gewoon zo'n straat. Zo'n hele straat gemaakt. Heel tof, heel tof. En we gaan verder naar beneden. We gaan steeds dieper naar beneden. Oh, de grot. De grot. De grote mond waar we in moeten. En ik weet toevallig dat er een toolkit item is van zo'n grote mond die dan geanimeerd naar open kan. Maar dit kan natuurlijk ook gewoon met primitives. Fantastisch. Oh jee. Oh jee. In de mond verdwijnen we. Ik uit voor de tanden. Zo, het past ook maar net. Bijna je kop stoten tegen die... Je wordt bijna opengehaald aan die slagtanden gewoon. De lampjes gaan ook aan in deze tunnel. En uiteraard, hier hebben wij de schatten, dames en heren. De grote schatten. De waardevolle gouden schatten. Van Agrabah. Oh, dit wil je hebben. Als hier een extra zou vliegen, dan zou die zich thuis voelen. En natuurlijk de lamp. De lamp daar in de verte. Kijk. Wauw. Echt wauw. Wat je allemaal kan maken met standaard objecten. Deze map laat dat zien. Deze map toont dat aan ons. Fantastisch. Oké. Okay. We gaan verder naar boven. En wat zien wij? Oh ja. Aladdin moet ontsnappen. Met het aapje? Kijk nou. Wat schattig. Wat mooi gedaan dit, joh. Wat fantastisch. Moet je kijken, joh. Dit is echt niet normaal. Ik zal even licht maken. Wacht even hoor. Ik heb een verkeerde knop gedrukt. Stom. Nou ja. En natuurlijk vuurwerk. Ja, dit is knap, joh. Dit is echt oprecht heel netjes gedaan. Oh, het licht gaat uit. En dan gaan we in één keer naar de volgende scène. En dan krijgen we natuurlijk het leuke liedje. Wauw. Wat is dit veel werk geweest. Om alleen al die pop te maken. Ja, dit vind ik mooi. Ik ben echt aan het genieten, joh. Jeetje. Ja, we krijgen natuurlijk dat leuke nummer. Waar vind je nou zo'n vriend als ik? En dat is natuurlijk een beetje, ja, een heel, heel bijzonder leuk nummer. Maar een beetje fantasy-achtig, hè? Ook meerdere figuren gemaakt van de geest. Meerdere, ja, gezichtsuitdrukkingen eigenlijk. Met ook zijn arm in de lucht. Heel mooi gedaan, heel leuk. Oké. We gaan weer door. In deze dark ride, die nu al zo mega vet is. Ik verwacht ook dat we dadelijk wel een beetje richting boven gaan. En ja hoor, we gaan dan richting omhoog. Kijk nou, dit is toch fantastisch, joh. Alsof je naar foto's kijkt. Maar dit is daadwerkelijk gewoon met primitives gedaan. Ook met die nagel en zo. Het zijn allemaal dingetjes dat ik denk van... Deze man heeft misschien niet zo heel veel verstand van het maken van hele goede layouts. Dat merk je met de boomstam, dat merk je met de achtbaan. Maar dit... is wel echt topniveau. Echt goed. Oké. Okay. Beetje doorspoelen. Daar gaan we. Beetje laggy. Ik kan hem eigenlijk amper vooruit spoelen. Maar wat krijgen we nu? Oh jee. Wordt Jafar verslagen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Dan een beetje vooruit spoelen nog. En oh, kijk nou. Wauw. Het is echt een beetje dat... Ik weet niet, een beetje 3D of zo. Je hebt dus 2D en een soort van 3D-objecten. En de olifant. Ja, joh, dit is mooi, joh. Dit is echt heel mooi. Oké. Okay. Het is ook heel mooi gedaan, trouwens, dit. Het is heel simpel, maar het werkt wel. Kijk nou hoe vrolijk die is. Kijk nou. Nou, we gaan door. En wat krijgen we nu? Jafar staat daar. En geloof me, hij is niet blij. Hij is zeker niet... Wanneer is Jafar blij? Hij is nooit blij. En ik ben trouwens benieuwd, want ze zouden ooit een Aladdin 2 gaan maken. De remake. Ik heb de real... Hoe noem je dat? Met echte mensen eigenlijk, hè? En of real life animation, of hoe noem je het? Real life? Heeft een naam. Nou, in ieder geval... Wow. Wauw. Echt. Wauw. Schaduwen. Dat doet wonderen. Live action. Zo, ik kom er nu pas op. Een live action film. En ze zouden dus... Aladdin was gewoon een succes. Ik vond het ook een hele goede film. Samen met Beauty and the Beast. En Lion King vond ik ook wel aardig. Maar ze willen dus een Aladdin 2 gaan maken. En of dat nou de vraag van Jafar wordt, weet ik niet. Zo! Ginny! Jeetje! Oh jee, oh jee. Dit is best wel eng als je het zo ziet, hoor. Wat een mega dark ride.
Even serieus. Dit... Wauw. Oké. Een soort schommel waar die in zit of zo? Hij is een soort tovenaar. Dag meneer. Super vriendelijk ook. En Jafar staat ons weer op te wachten. Dag meneer. Super droog ook met die prachtige sik. Ja, hij heeft een mooie, mooie lekker malsikkie, Jafar. Die neus ook. Allemaal kleine onderdeeltjes. En uiteraard... Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dat was even geen goede timing, denk ik. En nee, dat komt niet omdat ik hem vooruit spoel. Nou, dat hoop ik trouwens. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Misschien zou dat best wel daardoor komen. Maar volgens mij wordt hij getriggerd op het moment waar het karretje dan is. Dat hij dan pas open of dicht gaat natuurlijk. Meestal sluit hij automatisch. Maar moet hij open gaan als er triggers zijn. En die zijn gewoon niet goed ingesteld, denk ik dan. En Jafar wordt opgesloten in de fles. We kennen allemaal wel het verhaal. En kijk nou, die lint gaat helemaal door ook. En ik kan nog niet goed zien waar naartoe. Oh, kijk nou. Zo! Waar gaat dat heen, joh? Naar boven? Oh ja, naar de lamp. Fantastisch. Ja, dit is toch... Jongens, even complimenten hoor. Complimenten. Wat goed. Dan komen we aan bij het station. Ik weet het niet. Volgens mij krijgen we nog een hele leuke eindscène hier zo. Ik vind dat... Dat plafond vind ik zo leuk gedaan, joh. Echt een blauwe lucht. Maar volgens mij is het sneeuw. En kijk, alle figuren staan er. Wat doet hij met een Goofy-pet? Hij heeft een Goofy-muts op. Oké, leuk. En boven de grond komen we aan bij waarschijnlijk het station. Geweldig zeg, wat een mega attractie. Onder de grond helemaal, in die berg. En eigenlijk ook onder het kasteel, ik had het niet verwacht. Het is eigenlijk de meest kleine scène, want er is een ingang en er is een uitgang. En voor de rest, het is echt bijzonder dat daar zo'n attractie verscholen zat. We hebben hier ook nog een toren die ik nog niet had gezien. Maar wat een park, once upon a time. Mocht je nou zelf dit park ook op je gemakje nog willen bezoeken... dan kan dat door hem gewoon lekker te downloaden via de Steam Workshop. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke video? Laat van een duimpje achter, ben je nog niet geabonneerd? Dan kan je natuurlijk abonneren op mijn YouTube kanaal. En volgende keer zijn we terug met weer een gloednieuw park in Planet Coaster. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook.